dames en heren, op deze prachtige dag. Kijk dan. Het regent zelfs een beetje, maar het is zo leuk. Gewoon allemaal weer. Vergeet even niet te abonneren. Klik even op het blauwe duimpje omhoog. Want vandaag, jongens, is het 5 december Sinterklaas. Te leuk. Ja, en qua planning, wat gaan we allemaal vandaag doen, jongens? Wat gaan we vandaag ondernemen? Nou, ik ga het even goed vertellen. Om te beginnen ga ik eerst even naar een tuincentrum. Want ik moet daar even iets opnemen voor een campagne, een samenwerking. Dus dat moet ik even doen. Daarna ga ik met Boyd en Luca, met degene waarmee ik gisteren ook aan het Fortnite was, gaan we gezellig even met z'n drieën naar de Mall of the Netherlands. Oftewel Leidse Hagen in Oude Taal. Dus daar hebben we heel veel zin in. Oh ja, en daarna vier ik Sinterklaas gezellig bij Daan in de avond. Joh, het wordt zo'n dagje. Ik heb er hartstikke veel zin in. Het is vandaag zondag. Dus we gaan het allemaal weer even goed zien. Jongens, hoe vinden jullie de december vlogs? Ben ik niet echt een vlogkoning? Ik hou hem wel altijd hoog, hè. Je moet nooit zo, altijd zo, hou hem hoog. Want dat geeft de beste input. Jongens, laat even weten. Wat heb je allemaal gekregen voor pakjesavond? En wat heb je gedaan? Laat het even weten in de reacties. Ik ben zo benieuwd. Kijk jongens, dit is het speeltuintje waar ik vroeger altijd speelde. Dit is het speeltuintje en daarachter is er nog één. En daar speelde ik altijd gewoon lekker met de hele buurt. Gingen we allemaal leuk verstoppertje, tikkertje en allerlei spellen hoor. Heel erg leuk. Maar ja, het is nou zo dood als maar kan. Jeetje jongens, echt. Af en toe zo'n wandelingetje in de ochtend, dat doet alles. Je komt echt ook even helemaal tot jezelf. Kijk die zon, oh lekker. Wat een gezeik, jongens. Er reed net zo'n auto langs, maar aan die zijgleuven zitten allemaal plassen. Natuurlijk woest, dus ik ben echt wel een beetje nat. Wat een gezeik. Nee, maar stel, dat zou dan echt zijn dat je echt helemaal nat bent. Dat is toch erg. En lekker doorrijden, lekker warm in die auto. En, of course, de regenboog. Nou jongens, ik heb de bus gered. Dat is al check nummer 1 voor vandaag. Nou jongens, ik vind dat we hier echt even stil bij moeten staan. Zie dit. Ik ben nu bezig even met het filmpje. Dus ik sta een beetje hier in die bossen, weet je wel. Dus bijna klaar, bijna klaar, bijna klaar. En dan moet ik echt snel weg, want zij wachten op mij. Zo, dames en heren. Nou, we gaan nu gezellig met Boyd en Luca naar. Gaan we naar de Mall of the Netherlands? Leuk. Zo jongens, kijk, de kerstbomen hangen al gewoon. Nou, we gaan nu even lekker de winkels in. Ik ben hartstikke benieuwd. Hier binnen ook, ze pakken hem echt helemaal door. We zitten even nu te kijken naar leuke kleding. Ik vind dit dan bijvoorbeeld zo enig, dit. Dit is echt een mooie. Ik vind het echt, vind ik ook een mooie kleur. Nou, normaliter slaag ik altijd wel in deze winkel, maar vandaag niet. Ik weet niet, het is... Jason, hoeveel denk je dat deze is? Nou, ook die... Ik denk 80 euro. 400. 400 euro? Rennen. Kom. In de volgende winkel. Hartstikke leuk. Allemaal koopjes. Ik zeg tegen hun, sla in. Weet je wat ik dus echt niet snap? Dan hebben ze hier overal 31/34 qua maten en zo. Ja, en ik snap dat gewoon niet. Wat heb ik? Kijk, in mijn eigen broek staat er 170. Dat zijn allemaal hele rare afmetingen. Ik snap dat niet. Zo, zij zitten nog even in de winkel. Ik blijf even hier buiten. Ik zie het gewoon niet, joh. Het is zo druk, die muziek. Ik kan het gewoon niet zien, weet je. Dan kom je even in een error. We zijn weer in de volgende winkel. De Sting. Ook altijd wel vaak grappig om te zien. We zijn nog niet, we zijn nog niet echt geslaagd. We pakken hem nog wel echt even lekker door. Ik begin al trek te krijgen, dus... Ja, dan neig je toch naar die McDonald's. Heel erg. Maar ja...
En, je hebt daar ook, Demi aan je statistics, kom. Zo, jongens, ik heb een truitje. Deze. Oh, nee. Dit is de verkeerde. Hoe is deze bedoel ik, met die harten? Deze heeft Luca ook, maar dan in het zalm. Zo, jongens, hier nog even een broek om te proberen. Zwart, leuk, bijzonder. Depressief vooral. Ik sta even in het pas hoor. Ik ga het proberen. En ik heb al wat items, dus ik moet even kijken of het me staat, hoor. Nee. Die broek is te groot. Die broek is te groot. Dit zak helemaal. Die broek is te groot. Kijk hoe het erbij gaat. Ah, maar dat t-shirt vind ik heel leuk. Maar die broek zit niet in het model. Doe een S aan. Alsof ik ga skiën. Ja. Nee, je moet het niet je capuchon opzetten. Ja, zo staat het wel. Met die touwtjes los. En die touwtjes moeten wel los. Wel goed, alleen. Nee, jongens, ik hou het even alleen bij de trui. Ik zit zo naar hun schoenen te kijken en ik zei tegen hun, jullie veten zit helemaal niet strak, wat is dit, het gaat toch uit? Het schijnt dus mode te zijn. Nou, ik zou helemaal gek worden. Hey, jongens, toch hoor, we staan gewoon even met onze beide benen bij de merk. Bam. Vreedzakken. Ja, jongens, goed, we hebben ons eten. Oké, nou, we zijn helemaal uitgeshopt, we wachten nu even op die tram. En dan gaan we weg. Wekker zo even achterop. Auw! Ah! Hou nou eens op, joh! Hou het veilig! Waar staat Nou, jongens, tot zover. Dus ik ben nog even gezegd bij Nadine en Christy. Hoi! Benji laag. Dit heeft Benji dan weer gedaan. Ik vind dat echt zo smerig. Ik ben dus gewoon even bij Nadine en Christy, gewoon heel randomly. Maar ik dacht, ik kon gewoon even Happy Sinterklaas zeggen, want het is altijd emotioneel. Lekker, vliegt er weer andere honden aan. Nou, we zijn even met hem aan het lopen. Even langs de wateren. Dan kan hij echt even helemaal zijn ei kwijt. Het is me echt een trekhond hoor. Hij trekt je helemaal richting... Ik weet niet waar. Dus voordat ik even naar Daan ga, even bloemen voor de fam. Moet ik even zoeken. Ik neig naar die, want ik vind dit wel een beetje herfstidee. Dit is dan weer net lente, met die veren. Hoi, hoi. Hey. Ja, lekker stukje gehakte amandels. Wat? Ziet er een stuk uit. Ja. Heb je die zo gekocht? Oh ja. Dat zijn gewoon wijzen. Sam, kijk, zijn gewoon wijzen. Oh, ik ga kijken. Wijzen in de Albert Heijn. Nee. Kijk eens, hé, de zakken vol. Oeh. Oké, witte. Doe maar naar hoofd. Joe. Dag. Hey. Meskom. Sinterklaasje. Bonne. Dank je. Doei. Cheers. Fijne Sinterklaas allemaal. Dag. Daarachter. Hoi. Proost. Hey. Oh, ja. Het is niet gelukt. Oh, ik kreeg tijd weer voor. Dat leek me nou zo leuk. Oh, ja, dat leek me nou echt leuk om dan van een soort dieren af te draaien. Weet je, met allemaal foto's van. Dat is ook heel leuk, maar de tijd gaat zo snel. Deze keer, dus maak maar open als een speer. Oh, ik dacht dat het een speer. Nee, speer. Nee, speer. Nee, speer. Ja. You sit and pee. You sit and pee. Leuk, hè? Oh, dat vind ik leuk. Oh, dat vind ik leuk. Oh, die wilde ik hebben. Ja. Hallo. Oh. Die vind je al leuk. Nou, oh, dat is leuk. Nou, jij had toch gewoon in die app. Ja, dat is te klein. Ik doe hem zo wel op. Je blijft me nog gewoon gelaten. Alsjeblieft. Nou, heel leuk cadeau. Oh, Anki, cadeau. Van de Goed Heilig Man. Dankjewel. Echt gek. Het lukt gewoon anders niet. Oh, dit wou ik. Nou. Eens kijken, dus dit is zo'n creep. En dan kan je dus je telefoon eraan vastklippen. En dan kan je hem overal neerzetten en filmen. Dat is heel handig. Oh. Pak hem door. Nee, maar je wordt wel even met de pers benadrukt. Ik kan dat niet lezen. Is het Ariel 11? Oh,
pakje. Yeah. Nou, we krijgen allemaal pakjes opeens. Ja, lekker hoor. Huh? Hè? Die heeft maar deze. Ik ga niet... Oh! Ik krijg zo'n pakje. Lekker. Oh, hij is nog niet gevolgd. Ik ben verkogen met een pakje. Goed, hij is puur voor je dat. Ja, ik kan al inpakken, warm staan. Oh. Lekker hè? Hey, onderbroeken. Oh, Sophie. Oh, van Giorgio. Dank je. Giorgio. Leuk. Giorgio Armani, of niet? Giorgio en Armani. Buongiorno. Oh, buongiorno. Ik heb er gewoon mee staan, dan dat. Is net even hoofdwas. Beetje raar. Dank je wel. Oh, wat is dat? Je hebt het helemaal gekomen. Het is marsepein. Oh, zo, jij gaat lekker snoepen. Oh, oude snoepert. Ja, is dit nou weer? Nee, nog een chocoladeletter. Zit nog wat in. Oh, een peel-off mask. Oh, dat vind ik ook te gek. Kunnen we lekker peelen? Ja, lekker peelen. Kom maar. Wat is dat? Oh, lekker. Oh, onderbroeken. Nou jongens, ik heb ze ook. Hé, hey, ik heb een onderbroekenfeestje. Nee, jongens, allemaal onderbroeken aan. Ja, ja. Wat zeggen we dan? Dank u, Sinterklaasje. Kom op, we gaan springen. Ik ga niet springen. Nee, echt niet. Als je 10 jaar geleden had gemaakt, dan had je het gedaan. Ja, ja, kom op. Je weet op 10 jaar nog wel. Nee. Ergens in. Oh, kijk. Nou jongens, we gaan Je kan op deze moment naar die kant. Gezellig hè? Gezellig! Jongens, auw, ik krijg helemaal sputters. Daarom doe ik zo. We hebben het nog hartstikke gezellig. De buiken beginnen echt vol te raken. Ze zijn ontploft bijna. Jij ontploft ook zo wat. Alle naden scheuren door. Kun jij een koek overrekenen? Luister, is echt zo'n enorm leuke taart. Nou, die is toch cute. Zo, dames en heren. Nou, wat hebben wij toch weer een knalfeest gehad. De daken vlogen ervan af. Dit was het dan ook voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie ook allemaal leuke Sinterklaas hebben gehad. Doe een blauw duimpje, maar vergeet niet te abonneren. En dan was dit het voor vandaag. Slaap lekker en ik zie jullie morgen weer.